Dat is heel fijn. Er was een soort al maar scherper worden potlood ergens in door te dringen. Het is natuurlijk een merkwaardige, bijna magisch procedé. Dus elke keer moet je het helemaal weer, moet ik het uit het papier trekken. Maar dat vind ik juist interessant, die strijd. Of de allereerste strip die ik heb gemaakt was toen ik 10 was. En toen kreeg ik een van Sinterklaas zo'n prachtige zilveren vierkleuren bolpen. In die tijd vond ik dat een heel supersonisch, ontzettend cool ding. En dat sprak me zo aan dat ik in een liggend kladblok afgekeken van Kik Wilstra en zo. Zo'n oblong boekje heb ik toen met die vierkleuren een strip ben ik toen begonnen over een bokser. Een criminele bokser. Een van de eerste strips die ik kende was De Verstoorde Professors uit de Okki. Onze kleine katholieke illustratie. Daar staat dat voor. En dat vond ik fantastisch. Dat waren hele melige grapjes, maar gewoon de combinatie van plaatjes en de. Ik weet niet, er is iets oneindig fascinerends aan dat medium, wat mij onmiddellijk in zijn greep had. Laatst realiseerde ik mij dat een grote invloed op mij geweest is dat ik ooit een keer op school, ik zat op een jongensmulo met alleen jongens, met paters. En toen kreeg ik te horen dat ik niet meer terug hoefde te komen als ik mijn haar niet knipte. En dat heb ik toen thuis niet verteld, dat heb ik een week lang gedaan alsof ik gewoon naar school ging. En dan ging ik naar een boekwinkeltje in Haarlem in de Kleine Houtstraat. Die had een prachtige collectie uit alle mogelijke landen met politieke prenten. Ik heb die hele week heb ik daar bij hem in het archief, gewoon ook in de winkel, al die oude politieke Russische, Franse, Duitse, Nederlandse politieke tijdschriften zitten doorbladeren. En vlak daarna begon toen de Provo-tijd, waar Bernard Holtrop veel voor tekende. Die hele vilijne tekeningen maakte die mij ook erg aanspraken. En toen, niet veel later, kwamen de eerste underground strips uit Amerika. Of de eerste wat ik natuurlijk zag van Crump, voor heel veel mensen geldt dat, was de hoes van Cheap Thrills, van Big Brother and the Holding Company, met Janis Joplin. En dat was een combinatie van strip en rock'n'roll. Ook de kracht van politieke tekeningen daar ook nog in. Dus dat was een perfecte heksenbrouwsel wat mij onmiddellijk totaal aansprak. En we staan allemaal op elkaars schouders natuurlijk. En ik sta op een hele hoop schouders. Kinderen nu die groeien op met, weet je dat, Kabouter Plop of zo, of Teletubbies. Maar ik groeide op met engelen en duiven, een beetje mee doodgegooid. Ik ben in zekere zin het katholicisme heel dankbaar daarvoor. Want ja, de strijd tussen engelen en duivel, tussen goed en kwaad, het is een heel sterk beeld waar ik niet genoeg van kan krijgen. Ik zou het waarschijnlijk mijn hele leven dat soort tekeningen willen blijven maken. Toen ik begon aan Kraut, dacht ik nog dat ik gewoon een echte klassieke strip met plaatjes en spreekwolkjes en alles zou doen. Maar dat kreeg ik niet van de grond met het soort verhaal wat ik wilde vertellen. Ik wist niet hoe ik dat moest doen en opeens toen zag ik het licht en dacht ik, ja, ik moet gewoon een boek maken als een brief, een hele lange, rijkelijk geïllustreerde brief aan mijn vader. Waarin ik hem allerlei vragen stel en dan, als het even kan, op een slimme manier de antwoorden ook dan al geef natuurlijk, want anders krijg je alleen maar vragen zonder antwoorden. Het was heel ongewoon om over jezelf te tekenen, dat merkte ik wel. En dat, ik heb altijd veel van mezelf in mijn werk gestopt. Ja, ik had dus natuurlijk nooit gedacht dat na zo'n zeg maar mainstream tekenaar als Jan Kruijs, dat ik opeens met die prijs werd geëerd. Nou, het is heel fijn om zo'n waanzinnige harde schouderklop te krijgen. Want je moet natuurlijk eigenwaarde, maar heeft natuurlijk alleen maar de zin als je het uit jezelf haalt, maar het kan toch ook wel heel erg helpen als de maatschappij, want zo voelt het toch een beetje, zegt van nou, jij bent goed genoeg om deze prijs te krijgen. En dat helpt absoluut wel in het nodige zelfvertrouwen om goede dingen te doen.